Ja, John, ik wil eigenlijk helemaal aan het einde beginnen. Want na het laatste fluitsignaal zie ik je naar René Haken lopen. Wat heb je tegen hem gezegd? Nou, dat ze een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. En dat ze niet voor niks op die plek staan. En dat wij hier natuurlijk goed zijn weggekomen. Waren jullie de gelukkigste? Ja, wel, zeker. Ik bedoel, we hadden ook momenten dat we op de break natuurlijk het veel beter moeten uitspelen. Maar ja, Go Ahead heeft natuurlijk ook genoeg kansen gehad. En we hadden een fantastische keeper ook vandaag. Die jullie op de been houdt op cruciale momenten. Waar ben je, als je het resultaat even parkeert, het meest tevreden over in je spel? Nou, ik denk dat we goede goals maken. Dus dat is één. Maar goed, ik denk dat in de keuzes dat we daar beter hadden kunnen doen door zeg maar in de eerste helft, toen Go Ahead heel hoog druk zetten, om weer meer diepte te zoeken achter die druk. En we bleven daarin voetballen. Ja, daar kwamen we gewoon een paar keer echt in de problemen. En je zag een paar keer dat we wel gelijk Brobby zochten of Bergwijn. Dat het gelijk ook gevaarlijk was. En daar hadden we meer van moeten profiteren. En dan kun je daarna ook meer voetballen. Maar het was te eenzijdig om te proberen van achteruit steeds een vrije man te zoeken op het middenveld. Ja, en dat was moeilijk. Ook door het veld. En ook door de hoge druk die zij op de mat legden. Is dat coachbaar of moet een verdediging dat uiteindelijk zelf ook leren herkennen? Ja, is ook leren herkennen. Goed, we wisten dat ook wel. Want we weten dat ze opportunistisch spelen. Maar ook vanuit hoog druk zetten. En dat we zeiden van nou, probeer daar waar het kan gelijk direct of een Brobby in te spelen en eronder te komen. Of in dit geval, zoals bij de eerste goal, dat we diep spelen. Daar kwam ook een goede goal uit. Dus daar hadden we meer mee moeten doen. En in de tweede helft, toen er meer ruimte ontstond, ja, toen hebben we het gewoon een paar keer echt slecht uitgespeeld. In 3-3, 3-2. En daar hadden we de 3-1 kunnen maken. En dan komen hun uiteindelijk toch weer op 2-2. En dan wordt het weer billen knijpen. Dat was ook een fase van een minuut of 10, 15 dat zij zomaar de 3-2 hadden kunnen maken. Ja, nee, dat zeg ik. Ja, dus dat ging op en neer. En ik denk voor de neutrale toeschouwer was het een prachtige wedstrijd. Maar er was weinig houvast ook vanuit onze kant. En ja, goed, als je dan weer gaat kijken naar de resultaten van de afgelopen jaren, dan is dit gewoon een hele belangrijke overwinning. Je kan misschien ook de winst zien in het feit dat je het fases lastig hebt in deze wedstrijd. Maar dat je dus wel, hoe dan ook, linksom of rechtsom en met een hele goede keeper, wel op de been blijft. Ja, nee, zeker. En nogmaals, daarvoor staat hij ook op goal. En hij doet het wel en hij laat het zien. En in die 1-1 helemaal natuurlijk. En het heeft hij al een keer eerder gedaan ook. Ik kan me herinneren tegen Volendam, tegen Robert Muren, ook in een 1-1. Dus ja, daar redt hij ons. Maar nogmaals, wij kunnen aan de andere kant in dezelfde soort situaties moeten we ook gewoon veel meer eruit kunnen halen. En dat doen we niet. Ja, dan blijft het een wedstrijd waarin het alle kanten op kan. In je eigen woorden dus een gelukkige zegen. En de volgende stap, het beter controleren, het domineren van wedstrijden, dat is dus die volgende stap. Ja, nou, dat is de stap waar we steeds mee bezig zijn. En dat is niet in één dag opgelost. Je ziet heel veel goede dingen. En vandaag was het gewoon echt wel lastig. En we maken wel een prachtige derde goal ook met range vanuit voetbal. Nee, die tweede goal was een geweldige goal vanuit die vrije trap van Tahirovic. En op een belangrijk moment vlak voor rust. Dus er zijn natuurlijk ook wel positieve dingen. Maar de meest positieve is dat we 3 punten hebben. Eén ding nog, hoe is het met de Schuterlo? Die viel uit halverwege? Ja, nee, die had last van zijn kuit. Dus eerst met name vanuit voorzorg moesten we hem eraf halen. Voordat het waarschijnlijk erger zou worden. Dus even afwachten hoe die daaruit komt. Allerlaatste ding nog. Je was vooraf vrij open over de interesse in Jordan Henderson. Die in Saudi-Arabië voetbalt nu. Tijdens de wedstrijd kwam het bericht dat er een persoonlijk akkoord zou zijn. Weet je inmiddels iets meer? Nee. Duidelijk. Tijdens de wedstrijd geen contact. Dat snap ik, maar we zijn inmiddels een half uur na de laatste fluitsignaal. Daar weet ik niks van, nee. Dankjewel. Oké, graag.